President Chandrika Prasad Santokhi gelooft dat het team in de tweede helft van zijn regeerperiode door landsbelang geleid zal moeten worden. Hij sprak vandaag tijdens een persconferentie in verband met 3 jaar regering Santokhi-Brunswijk. De Eerste Burger vindt dat partijpolitieke issues ondergeschikt moeten zijn aan het groter belang. Ons beleid is namelijk dat ieder gelijke toegang moet kunnen krijgen tot onderwijs, gezondheid. Dat veiligheid voor iedere burger gegarandeerd moet zijn. En we weten dat er nog uitdagingen zijn. We weten dat we nog niet eruit zijn. Maar we gaan hoge prioriteit daaraan geven. Er is nog ontevredenheid in de samenleving. Er is nog irritatie. Er is nog boosheid. Dat nog niet alles gerealiseerd is. Maar die veerkracht is er in de samenleving. Die veerkracht is er. Aan de andere kant zien we ook nog, en dat heb ik zelf meegemaakt met tal van meetings die nu ook in de samenleving houden, in de verschillende districten, dat er hoop is. En wij dat alles moeten doen om in die hoop verder te gaan investeren, met name in de tweede helft. De president verwacht meer betrokkenheid vanuit alle actoren. Hij zegt dat er vanuit regeringszijde alles eraan gedaan wordt om de samenleving te blijven beschermen. En natuurlijk gaan die maatregelen die we als regering treffen, met name waar we veel zaken op eigen kracht moeten doen, op basis van jouw feitelijke positie, wat jouw inkomsten zijn, die vrij laag waren, en wat je uitgaven zijn, die heel hoog waren, ook met jouw subsidie, dat je dan je economie gezond gaat maken door alles weer op het juiste spoor te brengen, de economie in evenwicht te brengen, jouw begroting in evenwicht te brengen. En dat gaat gepaard, ja, met verschillende inkomstenverhogende maatregelen, uitgaafverminderende maatregelen, uitfasering van de subsidie, maar tegelijkertijd die samenleving beschermen, de kwetsbare groepen. De president erkent dat de afgelopen 3 jaren niet makkelijk zijn geweest. Successen waren er desalniettemin wel, welke ook zijn vervat in een boekwerk getiteld Voorwaarts en Opwaarts Suriname. Dit boek is speciaal in verband met 3 jaar regering Santokhi-Brunswijk samengesteld en vandaag overhandigd aan de president en vicepresident. Volgens het kabinet van de president staat in het drukwerk informatie over de afgelopen jaren sinds het aantreden van de regering vervat.